Maar ik luister naar meer dingen. En gelukkig hoor ik dat aan beide kanten. Namelijk, laten we de problemen voor het volk gaan oplossen. Ik hoor ook aan de kant van de oppositie, laten we het samen doen. Waar het grote nationaal belang vraagt. Namelijk, dat we deze drie prioriteitsgebieden samen moeten aanpakken. Met de samenleving, met de private sector. Met ook de vakbonden. Het is dringend vereist, meneer de voorzitter, dat we bij de beheersing van deze drie crisisgebieden elkaar vinden om die maatregelen te gaan treffen. En dat we daarbij zoveel mogelijk die politieke verschillende inzichten terzijde moeten schuiven. Het gaat om het land, het gaat om het volk van Suriname. En dat heb ik al benadrukt in mijn inaugurele reden. Meneer voorzitter, ik ga het nogmaals benadrukken. Kopura volk uit Apina. Laten we alle maatregelen treffen. En ik begrijp dat bepaalde maatregelen niet goed overkomen. Of verkeerd uitgelegd worden. Al dan niet bewust. Maar we gaan met een pakket aan maatregelen komen. Welke zodanig gedoseerd gepresenteerd zal worden op een tijdlijn. Waarbij de kwetsbare groepen zeker niet getroffen zullen worden. Maar zeker zullen overleg plegen met de vakbonden, met bedrijfsleven. Om met de juiste timing al de maatregelen uit te voeren. Uiteindelijk met als één doel dat de economie gaat herstellen. Dat wij weer een stabiele situatie gaan hebben waarop wij dan kunnen voortborduren ons beleid. In de stabilisatiefase en werken naar groeifase.